Zo, goedemorgen. Oh, wie zijn er? Lilo en Stitch. Ja, oh, mijn speelgoed. Zo maar. Oh, goed zo. Mooi, hè. Pak hem. Goed zo. Lilo, pak hem. Goed zo. Pak hem. Lilo, goed zo. Nou, daar zijn we weer. Het is vandaag zondag, 5 februari. Morgen ben ik jarig. Ja, 32. En vandaag gaan we naar Term 2000. In Valkenburg, morgen gaan we naar Maastricht. Even kijken wat voor een kamer we hebben. We zijn daar al 2 keer geweest. 1 keer in de normale kamer, 1 keer in de jacuzzi suite. Dus Michel heeft gereserveerd, dus ik weet het niet. Ik plak wel even wat foto's hierin, na dit stukje van de vorige keer dat wij daar waren. Is misschien wel leuk. En dan gaan we het vloggen voor jullie. Dus wel heel leuk. Dus stiekem hoop ik, een klein beetje, dat we die mooie kamer hebben. Dat is wel echt mooi. Van de week is een beetje een drukke week geweest, want ons kleine muisje daarachter lijkt loops. Kijk, dit kleine muisje van ons. Ja, Lilo lijkt loops. Ik heb contact gehad met de reu en met de dierenarts. We gaan haar progesteron laten prikken deze week. Even kijken hoe en wat, omdat dit de eerste keer wordt voor haar. En ik ga nog een keer een video opnemen waar ik alles laat zien. Het hele proces gaan we meemaken. En dan de dekking, de pups en dan elke week zo'n video van de puppies. Geweldig, echt. Dus ja, en dan gaan we vandaag gaan we weg. Een vriendin van mij die komt hier in huis, die overnacht hier voor de diertjes. Dus die laat de hondjes uit, die voert. Dus we hebben een blaadje gemaakt van hoe en wat. De katten hebben nu nog eventjes wat te eten. Hé? Ja, bulletje. Zodat zij dat dus niet hoeft te doen. Hier liggen koekjes. Krijgen ze allebei eentje. En deze als we weggaan. Onze tas. En hierachter. De droge staat daarachter. Hier zit Ukje te eten. Ja. Ukje krijgt altijd apart eten. Want Uk is 15 en Uk eet niet zo snel. Bolletje wel. Dus anders eet Bolletje haar eten op. Een beetje zielig. Ja. Dus. Dan doen we altijd zo. Doen we Bolletje hier eten. En Uk daar. Ja. Hè? Polly. Hi. Oh, echt heel lief. En dat gaat echt perfect, hè? Ja, jullie liggen samen te slapen. Ja. Dus zo. Dan gaan wij zo meteen weg. Ja. Nou, tot zo. Thank you.
Je bent? Ik ben gewoon veel te lief voor jou. Nee. Ja. De allereerste keer dat wij naar... de radio. Moet even uit. De allereerste keer dat wij naar Valkenburg gingen, waren we met de caddy. Ja, toen had ik Volkswagen caddy. Een mooie stuiterbak. Ja. Verlaagd. Ja, helemaal verlaagd. Ja. Dat ging echt gewoon. Ja. Ja. En wat deed Michel toen? Wij kenden elkaar 4 weken, volgens mij. Ja. Ja. En toen vroeg Michel of ik meeging. Ik denk, zal ik dat doen? Ja, naar Valkenburg, een weekend. Nou, ik denk ja, ik vind hem wel heel leuk. Laten we doen. Ik had doodbegraven, alles kunnen zijn, maar ik heb het gedaan. Ja, je hebt het overleefd. Ik heb het overleefd. En toen had Michel een caddy helemaal verlaagd en roken in die auto. Ik heb astma, maar ik durfde niks te zeggen. Mooi vestig. En nou achteraf. Heb ik het gezegd en Michel rookt nu niet meer in de auto. Deze auto sowieso niet. Nee. Dit is de Kia. Hebben we afgesproken dat Michel daar niet in rookt, omdat hij van ons samen is. Maar is ook beter. Ja. En ja. Dus het is wel lachen, want nu komen we dus weer op dat punt waar die caddy ging zo over de weg. En Michel was alleen maar aan het roken. Ja, roken. Dus dat is wel heel geinig. Ja. En wat gaan we zo doen? Halverwege? Ja, halverwege gaan we eventjes stappen. Ja. Eventjes... beentjes strekken. Ja, eventjes wat eten. Plassen, denk ik. Ja, ik denk nog 30 kilometer. En dan gaan we stoppen. Ja. Als we 100 kilometer moeten, dan... Ja, hè? Ja. Want hoe zei je dat de vorige keer ook alweer? Dan wil je wat langer volhouden met roken. En ik trapte daarin. Wat zei je? Hoe zei je dat toch? Ik rek het er nog even uit en dan ga ik even roken. Ja. En toen zei ik daarna, ik heb het zo goed gedaan. Ja. Ga ik nog een keertje roken. Dus het maakt er geen fuck uit, want die visstick daar, die rookt gewoon 2 keer minstens tijdens een ritje. Ja. En ik dacht, oh, dan hoeven we maar 1 keer te stoppen. Die daar. Maakt er gewoon 2 keer van. Maakt er gewoon 2 keer van. Kut. Oh. Wat een taalgebruik. Wat een taal. Nee, maar we hebben nou denk ik al wel... 100 kilometer gereden. Veel? Ja, 100. Ja, hè? Oh, daar staat ook 100. Ja, dus nog eventjes volhouden. Ja, voordat je het weet zijn we er al. Ja, ik kan ook gewoon gaan slapen zo. Maar dat doe ik niet. Nee. Af en toe ben ik wel mee. Ja, af en toe. Heel zo. Nam 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 nam. Wat ben je aan het eten? Panini vlam. Ja, hè? Het was heel lekker. Ja, nou, ik heb hem al op. En zo meteen nog een lekker broodje. Ja. Wij zijn even bij het tankstation. Eventjes wat eten gehaald, even benen gestrekt. En dan moeten wij zo meteen nog 60 kilometer, denk ik. Ja, ongeveer. Ongeveer, en dan zijn we er. Dus nog even lekker smikkelen. Ja. 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 Ja, lekker. Ja. Nou, we zijn er bijna, hè, visje? Ja, we zijn er bijna. Ja, we zijn er bijna en het is kut weer. Oh, zeg ik het alweer. Het is slecht weer, sorry. Nog een beetje kruimeltjes hier zo. Dus ja, kloppen we straks af, anders krijgt Michel paniek in de auto. Hier, valt me, kom er. Oh, hier, kijk. Bijna. Oh.
En we kwamen net langs Maastricht Airport. Ik wist toch niet dat dat daar zat. Jij je wel? Ja, omdat we dat vaker laten zien, zeg maar. Ja, heb ik nooit gezien. Zo, la la la. Ja, nou ja. In Twente hebben we wel een vliegveld. Ja. Ja, we dus, zijn ook naar muziekfestivals geweest op het vliegveld. Ja, dat was ooit eens. Dus, en ik was net aan het kijken wanneer er weer een feestje is. Is op zich best leuk. 4 maart zijn er 2 feestjes. Die week erna ook nog 1, maar ik moet even kijken naar wat we doen. Of we dat gaan doen überhaupt. Want Rebirth gaat sowieso niet wat worden. Want als de dekking lukt, dan is Lilo uitgeteld. En dan gaan we natuurlijk niet van huis. Rory is ook nog uitgeteld begin april, 7 april. Dus dan krijgen we een heel klein babybaadje. Ik weet wat erg is. Nou. Wat is het? Ik ben gewoon verkeerd gereden. Ben je verkeerd? Nee. Nee, echt? Nee, ik let er niet goed op. Jij let er niet op? Ik let er niet op. Oh, wat een sukkel. Wat een visdik, hè? Nou, welkom in ons leven. Dan moet ik een stukje omrijden. Oh, we rijden gewoon weer terug. Oei. Oh jee. Ja, het is nu groen. Oh, erg. Oh, dit is wel heel erg. Nou, ik nam de afslag te vroeg. Jij was gewoon niet aan het opletten. Ja, ik lette te goed op. Te goed op. Je ging te snel. Sla linksaf, zeg maar. Oh nee, rechtsaf. Rechtsaf, ja. Nou, wij gaan even op de weg letten en dan hopen we over, we zijn er ook echt bijna. We zijn ook echt bijna. 8 kilometer, 8,6. En dan zijn we er. En dan, elke keer lopen we nog verkeerd met het inchecken. Lopen we naar waar je in moet checken voor het... Deze keer niet. Als je daggast bent, heb je een andere ingang. We zijn er nu 2 keer geweest. 2 keer zijn we verkeerd gelopen. Blond, hè? Ik kan er niks aan doen. Michel is grijs-blond. Dus... Ik ben ook blond. Grijs. Dikke lippen. En dus we gaan nou ons best doen om op te letten en in 1 keer goed te lopen. Ja, hè? Ach, we zijn al verkeerd gereden, dus... Dat komt ook wel goed. We zijn er. Ja. Even kijken of we kunnen parkeren. Ik denk dat het zo werkt zoals nu. Zo. We gaan het zien. We mogen naar binnen. Volgens mij is dit die intree voor daggasten. Daar moeten we dus niet heen. Daar moeten we dus niet heen. We moeten daarheen. Dus we moeten daarheen. Dus ja. Eens even een plekje vinden. Het is nu wel lekker droog. Het is droog en het is ook wel druk. Ja. We hadden eigenlijk gehoopt dat het niet zo druk zou zijn. Dus dat is wel jammer. Een beetje vooraan neer kunnen zetten. Ja, vanaf op een gewoon normale plek. Dan ben ik al blij. Vooraan hoeft niet echt, toch? Ja, daar hebben ze toch ook nog plek, of niet? Ja, daarachter. Dan doen we gewoon even een rondje van de zaak. Ja. Kijk, die ingang moeten we hebben straks daar zo. Ja. Keuze is reuze. Ja, oh, hier mogen we hem niet neerzetten, zie ik al. Zie je dat? Ja.
Is daar verder nog plek? Ja, hier is ook nog een plekje, zie je dat? Nou, is dat of daarachter misschien nog? Oh, zelfs dat nog. Mooie plek of niet? Mm-hmm. Of toch daar verderop, daar vooraan? Nou, ik probeer het vooraan ook, ja. Nou, dan doen we dat toch. Daar kan ook. Hier. Oh, er is nog wat plek. Er is heel veel plek. Ja, dat is ook een mooi plekje. Ja, mooi plekje. Dat lijkt ons een mooi plekje. Ja, we hebben vrij nieuwe, voor ons. Voor ons doen. Voor ons doen is dit een auto waar wij heel zuinig op zijn. Dus dan zet je hem wel gewoon netjes weg. We hebben heel hard voor lopen. We moeten lopen sparen en werken. Ja, dus dan zijn we wel zuinig. En we zijn er. Yes. Yes. Kunnen we Michel opsluiten in de sauna? Dat vind je toch lekker? Oh, geweldig. Dat is een lekker warme hok. Nee. Vindt hij helemaal niks. Nee. Ach ja. Nou, hey ho. Let's go. Hey. Hey. Die fustik heeft een beetje tegen mij gelogen. Ja. Want wat had je gezegd? Luxe standaardkamer. Ja. En we hebben al een keer in de jacuzzi suite gezeten. Ze hebben twee kamers. En toen hadden wij de andere kamer. En nu hebben we dus de kamer nummer 2. Dus echt leuk. Dus kunnen we kijken hoe deze eruit ziet. Ja, hier kun je naar buiten. Ja, toen zaten we aan de andere kant. Ja, zaten we daar. Ja. Hiernaast. Dit is ook, dit is dezelfde kamer eigenlijk. Ja, dit zijn de bandjes voor in de thermen als je dan wat wilt eten of drinken. Bij de jacuzzi suite zitten dus badjassen. 2 handdoeken en slippers. Die krijg je. Nou, ons uitzicht. Natuurlijk. Ze zijn daar druk aan het bouwen. Daarachter. Nou, gaan we even verder. Wilt u het even laten zien? Ja. Oh, ik heb mijn jas ook nog gewoon aan. Ik denk, pak gelijk de camera. Oh, dit is denk ik jouw slaapkamer. Ja! Dit is wel mooi. Dit was volgens mij 2 jaar geleden ook in die andere kamer. Loop eens ietsjes verder. Nee, want dat doe je hem dicht. Poefje. Hé, zelfs een tablet. Zo. Oh, een soort pet. Pet. Spiegel. Spiegeltje aan de wand. Aan de wand. Jij gaat toch niet knappen van mijn gezicht. Ik zou het doen. Dus wastafel, nog meer spiegels. Jeetje. Nou, even lampen aan. Ah, dan gaan we gelijk. Oeh. Oh, echt? Ja. Even checken. Ja. Nou, dit is natuurlijk wel heel mooi. We hebben dus een bubbelbad. Bubbelbad. Gratis rode strepen. Ja. Wat is dit? Lippenstift? Ik heb echt geen idee. Lijkt wel of iemand hier met naaldhakken. Dit is wel mooi. Dat is heel lekker. Dat is zo'n infrarode ding, toch? Wat een luxe. Ja, volgens mij kun je deze aandoen en dat is dan lekker warm. Oh, ja.
En hoe lag je er de vorige keer bij? Dat filmpje zal ik, als ik die nog kan vinden, voeg ik die ook even toe. En wat zei ik toen? Wat een luie hond. Perfect. Dat moet bij je thuis ook hebben. Voel eens even voorhoofd. Ja, niet met haar. Oh, dat is. Doe nog eens. Dat is het beeld wat ik vaak zie van jou. Is de hond? Ik vind die zo fijn als ik dit doe zo. Niet de vieze hond. Dus nee, ik ben blij. Ja, dat was de kamer. Echt wel mooi. Ik ga nu ook eventjes omkleden. En dan kunnen wij naar de termen. Ja. Eens even koffie. Koffie? Oh ja. Die tata is altijd van de koffie. Nou. Tot straks. Ja, dat is waar. Je wordt ook gerne een koffie aan. Ja. Mijn schat. Mijn zuze. Mijn Ibelle. Hoef je hier dit zaken aan? Wilt u dat even herhalen, Fustik? Oh, weer dat. Wat is er? Weer een pocket. Oh, wat zei jij? Ik heb altijd ruzie. Ja, maar dat komt gewoon door jouzelf. Ja? Ja. Nee, ik vind dit echt super lief. Ja, dus nou hebben we dus allebei de kamers gehad in de jacuzzi suite. De piramide suite, hoe noemen ze dat? Dus ja, gaan we wel even lekker van genieten. Vandaag is het badkledingdag. Hebben we speciaal gedaan, zodat we allebei gewoon in de termen kunnen en in de sauna's. En dan morgen is het een mixdag. Dus ja, gaan we gewoon lekker ontbijten hier. Dat is iets naar beneden. En dan 's middags gaan we naar Maastricht. Dat is heel dicht in de buurt. Dus dat is dan te doen voor ons. En dan ben ik jarig. Dus en daar zit een Obeck winkel. Echt. Ik ben zo weg van die tassen. En die winkels zijn bijna nergens. Dus dat, we waren laatst naar Outlet Roermond. Daar zat ook zo'n winkel en die is weg. Dus ik was helemaal teleurgesteld. Dat die winkel weg was. Dus morgen eventjes kijken. Kijken, niks kopen. Toch, schat? Ja, dat is wel een goed doel, toch? Ja. Het doel is goed. Ja. Nou, eens even kijken wat we allemaal gaan doen vandaag. Nee, weinig. Dat denk ik ook. Lekker badderen. Een paar keer in de sauna, denk ik. Ja, vanavond lekker als het wat rustiger is. Ja, niet nu. Niet nu. En dat is wel heel fijn. Lekker relaxed, lekker een beetje nadenken. Ja. Hoe we dit jaar gaan doen, ook met vakantie, is natuurlijk ook... We zijn er al wel uit dat we niet naar Amerika gaan. Ja. Dit jaar. Ja, misschien volgend jaar. Ja, misschien volgend jaar. Lilo is nu loops. Bijna loops. Ja, dan komt het helemaal uit. Dus dat komt er echt niet uit. Want ja, de puppy's gaan natuurlijk voor. En als we naar Amerika gaan, dan moeten we echt wel in mei of juni van wat wij willen. Ja, wat New Orleans lijkt ons heel gaaf. Miami misschien en dan naar het westen. En dat we gaan natuurlijk niet in het tornado seizoen. Oh. Is die een beetje sterk? Oh. Dit is Blanche Deal Maastricht. Poh, wat sterk. Ja, maar wij komen uit Twente, hè? Wij wonen buitenaf. Wij zijn dat allemaal niet gewend. Nee, dat is... Dit is morgen vroeg drinken, ben je wel wakker. Ja. Nou, echt wat voor jou. Dan zo'n zonnestraaltje 's ochtends. Ja. Straal ik nog meer. Nou, misschien ga ik je nog wel... ik denk wel dat we het leuk gaan hebben. Natuurlijk. Lekker lachen, een beetje relaxen. Ja.
We hebben best wel een hectisch leven door de week. Ja, drukke baan. Dus dan is dit wel echt even heel lekker. Even lekker tot rust komen. Ja. Dus we gaan zo omkleden. Daar zijn we weer. Wij zijn net naar de zwembaden geweest. En ik wou dit nog even laten zien. Want, omdat wij deze kamer hebben. Even kijken. Hebben we van die kaartjes gekregen. Deze. We moeten er morgen voor 11:30 uit. En ontbijt is dat van 8 tot 11. Dat. En we krijgen een borrelplankje. Dus ze zijn druk aan het verbouwen. Het hele buitenbad is gesloten. Dus dat is wel een tegenvaller. Dus alleen het kleine binnenbad is open. De bubbelbaden zijn wel open. Sauna's zijn open. Maar dit was wel erg jammer. Deze leg ik even op het bureau. We gaan ons even klaarmaken. Daarna gaan we even de stad in. En dan gaan we wat eten. Dan gaan we even pikken. En dan gaan we weer terug. En dan gaan we hopelijk in de bubbelbaden en in de sauna. Dat was net heel druk. Hallo Pietje. Hallo Pietje. Michel is in zijn element. Ik ben in mijn element. Ja, ik keek naar een restaurant, maar ik zag wel een Italiaan. Ja. Alleen, die is voor mij al vol. Oh echt? Dus bij geen plaats kunt u onze telefoons bereiken. Oké. Okay. Nou ja, anders vinden we wel iets anders, toch? Er moet vast wel iets open zijn nu. Last minute. Toch? Ja, zeker wel. Ja. Ik zei ook al dat het wel jammer was dat het hele buitenbad dicht was. Dat is wel jammer. Ja. En dan hebben wij nog het geluk dat we een hele luxe kamer hebben. Ja. Ja. Maar op zich, de binnenbad is ook wel lekker. Is ook wel lekker hoor. Maar het is wel jammer, want het buitenbad is ook heerlijk. Ja, dat is echt wel heel lekker. Kun je een beetje over die reling heen hangen, kijken over de heuveltjes. Dat is wel echt mooi. En dat kan ook niet. Dus dat is wel jammer. Ja. Detail. Ja, ik kijk nog eventjes verder. Ja, is goed. Ik ga even mijn haar doen. Mijn make-up. En dan kijken of we wat van kunnen maken. En dan gaan wij zo... Een hapje eten gaan we nee, niet Maastricht in. Valkenburg in. Achter jou aan, hè? Ja. Ja. Heb je autosleutel? Ja. Welke naam? Nina, steeds de hand. Nina, oké. Okay. Ja, dan weet ik je nog. Ik dacht even, je raakt de stoep. Ja, we mogen weg. Woehoe. Gaan we naar Valkenburg. Lekker een pikje doen. Ja, lekker pikje doen. Ja, daar is wel een casino. Daar zo. Ja. Nou, wij gaan gewoon lekker naar de stad. Ja. Het is nou zo raar. Oh, Patra is ook bijna leeg. Het is zo raar nog. Ja. Wij kwamen net terug van het uit eten. En zo kwamen wij de kamer binnen. Overal ballonnetjes. Hier. Champagne. Nog meer ballonnetjes. Dit. Helemaal mooi. Daar nog ballonnetjes. En toen werd Michel een beetje zenuwachtig. Een beetje zenuwachtig. Want toen heb ik de knappe dame ten huwelijk gevraagd. En toen vroeg hij of ik met hem wou trouwen. Ja.
Dus ik heb een hele mooie ring en ik ben heel blij. Ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen. Nee, dus ik ben echt heel blij. Ja. Ik kan het niet geloven. Ik wel. Dus ik ben heel blij. Ja, ik ook. Dus wij gaan nou dit even lekker vieren samen. En dan, Oh, ik kan er nog niet aan wennen. Echt een hele mooie ring. Echt perfect. Ik vind hem echt perfect. Kijk. Hij is goud met zo'n steentje. Echt zo mooi. En Michel is echt op zijn knieën gegaan. Ja. Moet ook. En ik merkte al aan jou dat jij een beetje zenuwachtig was. Ja, ik stond echt zo te shaken op mijn benen. En terwijl wij uit eten waren, zei hij dat jij gebeld werd door je vader. Ja, ik ben gebeld door mijn vader, maar ik ben niet gebeld door mijn vader. Ik moest bellen of hij alles klaar was. Dus ik ben echt sprakeloos. Echt perfect. Echt, ik had dit nooit verwacht. Nee. Nee, dus echt. Vaak zie ik wel van, ik heb niks op mijn vinger. Ja. Maar toen had ik de ring had ik al thuis liggen. We zitten elkaar altijd de gek aan te steken. Oh, trouwen? Er zit nog niks op mijn vinger. Nee. Ja. Maar deze knappe dame vraag ik heel graag. Dus je bent getrouwd. Ja. Oeh, beetje. Mooie jurk. Ja. Jij hoeft alleen maar zo'n stringetje aan. Nee, grapje. Mooi pak en dan. Ja. Oh, ik kan het. Nee, het is nog heel onwerkelijk. Ja. Ja. Nou gaan we lekker omkleden en nog heel even naar de sauna's. Dus ik denk ook wel dat we hem af gaan sluiten nu. Ja, heel goed. Dit was een leuke dag. Ja. Ik ben in shock. Wij gaan genieten en dan zien we jullie morgen. Ja. Hey. Tjus.